Dan heb je deze libelmonsters gewoon rondvliegen. Zo, Jess, als jij wilde kiezen, wat voor soort design zou je van Samus willen zien? Eentje waar ze dan heel erg gespierd as fuck is? Of slim? Die kaasen van Attack on Titan, ik denk dat dat goed genoeg is. Oké, dat is een goede idee. Ze ziet er niet uit alsof ze een man is, maar ze ziet er ook niet uit alsof ze nooit heeft getraind in haar leven. Zo'n combinatie van de twee, gewoon een gezond combinatie van de twee. Ja. Je hoeft niet de borsten kleiner te maken, dat is gewoon onzin. Oké, wie de fuck doet dat? Wie de fuck doet dat? Dat is dus asking that shit. Nintendo, die deed het. Voor wie? Om eerlijk te zijn, though, zijn de aardes zijn wel fijn in Wii, in Smash U. Had ze dan kleiner? Nee, in Smash U was het groter, alleen in Ultimate Smash is het kleiner gemaakt. Hi. En fuck no. Nintendo. Ze hebben haar wel meer gespierd gemaakt, wat ik niet zo erg vind. Het ziet er niet erg uit. En to be honest, voor mijn part is best wel logisch. De vrouw rent fucking... Ze heeft een heel metrotras uitgeroerd. Ze moet wel wat spieren hebben. Ja. Tenzij men gaat vertellen dat deze armor gemaakt is van Digizoid. Digizoid. Nee, weet je wat het is? Je weet toch Biscuit van Hunter Hunter? Ja. Dat. You know what? Eerlijk gezegd, dat is voor mijn part de beste uitleg. Voor waarom een karakter zo fucking jong eruit ziet als ze de shit doet als ze doet. Ja. En zij voor mijn part, ik zou mijn hele karakter zo maken, man of vrouw. Dat is gewoon een goed genoeg uitleg voor mij. Het is anime, ga wild. Okay. Exactly. Vind je beste uitleg om deze shit, als je wilt uitleggen deze shit, ga voor de meest over de top uitleg. Biscuit die haar lichaam kan verstoppen. Door whatever the fuck ze doet. Zij wel zelfs geselecteerd om een JoJo hoofdkarakter te worden, maar ze had geen zin. Ze wilde meer haar feminine kant laten zien, haar lolly kant. Exactly. Ze weet wat populair gaat worden in de toekomst. Exactly. Ja, had jij nog die ene fucking t-shirt gezien die ze verkopen op een van die winkels? Welke t-shirt? Nee, het is een t-shirt waar ze de Disney Princesses hebben gedaan. Maar daar staat de naam op als JoJo. Bizarre Adventure. Nee, dat heb ik niet gezien. Fucking, ik hou van bootlegs. De Twitter-account bootlegs, want het laat me zoveel fucking shit zien. Wat ook eigenlijk nieuw is, is dat je schade krijgt van blokken die je hebt vernietigd als ze weer terugkomen. Want je niet meer terug ziet in andere Metroid-spellen, eerlijk gezegd. Nee, volgens mij zien ze nog wel terug. Alleen niet zoveel. Hoe vaak heb jij schade gekregen van blokken die terugkreeg in Super Metroid? Want dat herinner ik me helemaal niet. Goed punt. Weet je wel, goed punt. You win. Had jij nog Super Metroid uitgespeeld? Ja. Oké, want je zei, ik ben nog op school. Toen zei ja, je van, kijk, weet je wat het is, Jesse? Als is een jump scare voor mij, ik kon die uitspelen. Dat was toen, en dat was toen ik nog... Ja, toen wij nog op school zaten. Ik had hem uitgespeeld op de hogeschool. Tijdens les. I see. En toen zei je, fuck you, Melder Brain. En de leraar keek naar jou. Excuseer mij. Wat? Ja, dus Mother Brain was niet dat moeilijk. Nee, Mother Brain was makkelijk in Super Metroid. Het is een originele Metroid waar zo'n pijn in de reet is. Ja. En Super Metroid is een grap. Precies. Zelfs in een monstervorm. En ook bedoelde Other M met het idee, laten we meerdere Mother Brains brengen. Genius. What could possibly go wrong? Ik bedoel, het feit dat de Galactic Federation bestaat is al wat fout gaat, is letterlijk de EU. Maar dan voor de ruimte. Dat is zo'n beetje de hele ding met Zero Mission, waar ze mee vervolg wilden maken, maar ja. Nee, sorry, Zero Mission, ik bedoel Fusion. Fusion, ja. Waar ze dan, maar weet je nog die plot twist bij Fusion? Waar Adam de ruimteschip was? Nee, niet die ruimteschip gedeelte. Wanneer ze bij één gedeelte van het schip komen en Metroid ziet de geheim van de Galactic Federation. Dat de Galactic Federation Metroid aan het broeden zijn? Yes, daar haal je, dat weet je nog. Ja. Laten we ze allemaal uitroeien, maar we moeten dus wel broeden. Wat?
Like, wat was het punt van like, Samus Returns wanneer, wanneer ze weer gaat broeden? De Galactic Federation is een stelletje opportunist. We zijn van zichzelf veel te incompetent. Precies als de EU, holy shit. Kijk, ze wilden volgens mij ook nog eens de fucking virus onder controle ja. houden. Ja, ze wilden de ex-parasites gebruiken voor hunzelf. Ik zweer, de fucking Galactic Federation bestaat uit mensen die gewoon op stoelen zitten en like, hun plannetjes maken terwijl ze niet weten wat er echt gebeurt. Wat zou je denken? Ja. Waarmee zou je denken dat ze verder zouden gaan met Fusion? Wanneer is eigenlijk dat is een hele goede vraag. Ze hebben, like, buiten de remake van Samus Returns hebben ze nooit meer iets gedaan met Metroid of wel. Ze hadden van plan om Prime 3 te maken zo. Of ja, Prime 4, dat was het, sorry. Fucking lag! De Prime spellen zijn tussenin andere spellen. Ja. Nou, opnieuw, hoe vaak gaan ze dat doen? Dat nou, als ze gaan zeggen, ja, Prime 4 gebeurt na Fusion of zo. Dat kunnen ze gewoon zeggen, hè? Ik bedoel, ze kunnen dat zeggen. Ik zou verrast zijn, maar dan ben ik wel. Ik ben benieuwd tenminste. Maar dan opnieuw, hadden ze geen, like, fucking schijmen einde bij Prime 3? Ja, like met iemand die hem, ja, die Samus volgt. Zo, weet je dat zo? Gaan hoogst dat achterna van plaats om verder te gaan met Fusion. Wat ik eerlijk gezegd veel beter idee vind, voor Prime, tenminste. I guess. Dat zou veel beter zijn voor Prime. En dan heb je gewoon voor like Fusion een ander 2D spel. Een andere goede 2D Metroid spel. Maar als Nintendo alleen maar iemand inhuurt die zoiets zou kunnen maken. Eerlijk gezegd, ik zou op dat punt gewoon out of spite niet gaan werken met Nintendo. Ik maak mijn eigen Metroidvania met Blackjack en Hookers. Exactly, ik zou dat aanraden tegen deze fans. En dan noem je niet Metroid. Ik noem het Betroid. Detroit. Nee, Betroid Next Generation. Betroid. Dan kunnen ze niks aan zeggen, want het is geen Metroid. Het heeft niet de Metroid naam. En dan is het een man van plaats van een vrouw. Een gender confused man. Nee, het is een trap. Het is een fucking trap. Het heeft like dezelfde power suit aan, maar wanneer de suit afgaat is het eigenlijk een trap. Waarom heeft het dan zo'n grote borst? Nou, hold on. Dat is gestopt met bewegen, dat is zoals de vrouw reis in dit vaak. Maar ik zei soms zijn de kleuren een fout. Ga terug! Je kan de muur verder beklimmen van als je terug gaat. Ik denk dat de video verder zit op mij. Nee! Want je hebt de missel gepakt toch daarnet en dan ging je weer terug naar beneden. Ja, maar ik ging later terug naar beneden. Ik denk dat ik like, een 2 seconden achter je zit. Ja, 1 of 2 seconden, maar dat bedoel ik dus. Ga terug. Ik ga zo terug, hè. Dat is geen zorgen. Ik moet eerst 7. Oh, you're doing wrong. Maar ik wil eerst 7. Het is maar 5 missiles. Je hebt 7 steeds. Ik ga later naar boven toe, hè. Want er zijn meer dingen dat ik boven kan halen. Als je meer dingen hier hebt gehaald, zeg maar. Ja, als ik wil weer dingen hier halen, dan ga ik terug naar boven waar ik tegen de Metroid vecht en dan andere spullen halen. Alright, good enough. Maar je kijkt wel eens naar de raketten daar. Dit ding verneukte mij. Holy shit. Dus die springt gewoon eroverheen. Nou, dat is geen lava, dat is water. Alleen lava en water zitten heel... hebben het precies dezelfde kleuren in het spel. Want, het maakt niet uit of je like, normale kleuren hebt die like, zwart wit lulup. Of Jessie's kleuren hebt. Spaghetti kleuren, zoals ik het noem. Zo, welke kleur koos je? Blauw, geel, rood zeker? Ja. Ik had het back ooit projectkrant van zwart ook kunnen veranderen naar iets anders, toch? Oh my god. Ja, iets raakte mij gewoon onder water zonder dat ik het kon zien. Kijk. Metroid 2, dit spel is geweldig. Weet je, de originele Metroid heeft zijn problemen en zijn archaïek als fuck. Tenminste, wist ik waar ik naartoe moet. Ging. En ik heb dat spel nog steeds veel liever dan dit spel. Ik moet wel zeggen dat het Metroid Sprite hier... Samus' Sprite ziet er hier veel beter uit. Ja, Metroid Sprite hier ziet er veel beter uit dan die van Metroid 1. Ja. Maar alweer is Samus... Oh shit, er is muziek! Ja, voor 1 seconde. Samus Metroid Returns is mijn favoriete spel. Uh,
No, get away, get away, get away, get away. Maar fuck die mensen, op een gegeven moment stopt die met jou te achtervolgen. Dat is like, nah, geen zin meer, doei. Maar wat. Yep, en er zijn nu 7 parts van. Dan heb je deze elevator naar boven gegaan. Hij is het waarschijnlijk dat hij verder beweegt. Dan komt de spider wel opeens of gestopt met werken. Oh, daar gaan we. Ik dacht meer dat, hier zijn elevators. Dus ik dacht dat je zei van, oh wacht, deze gaat vast maar automatisch naar boven brengen. Nee. Maar ik zei, soms zie ik niet eens waar ik de fuck ik ben. Toen heb je de deuren zoals gewoonlijk, dus weet je, pakketten niet voor je. Oh, maar hier ben je al geweest. Ik ben hier al geweest, maar dat kan niet. Het is de eerste keer dat ik in deze kamer ben. Misschien is er een secret hier ergens. Nee, daar gaan we. En jij zegt dat we hier geweest zijn, fucking scrub. Je hebt geen bed. Ja, we zijn hier eerst geweest. Sorry, wat kan ik gaan doen dat alles op hetzelfde lijkt? Hé, ik heb het al eerder gezegd, alles lijkt op elkaar. Want de Game Boy zuigt. Laten we eerlijk zijn. Ah, je krijgt de various suit. Nu kun je door lava heen gaan. De Game Boy Advance is waar handheld gaming echt geweldig werd. Maar hier krijgen we de beste schouders ooit. En zoals ik heb gezegd, de schouders zijn gewoon airconditioning. De airconditioning zit gewoon in de schouders, dat waarom ze zo groot zijn. Ja. Ik heb het uitgelegd. Zo, dat is zo'n beetje het. Nu kan je gewoon door lava heen lopen, dus niet dus hoef je niet meer te wachten om matters uit te roeien. Je kan gewoon rustig doorgaan. Nee, want het is acid, niet lava, bij my bed. Acid? Ja, acid. Fuck? Nee, weet het, acid en lava zijn een compleet andere dingen. Nee, je hebt lava, je hebt super lava. En de metroids hebben de super lava gekocht. Ja, super lava heet blijkbaar like lava, zo. Nee, ik zweer het, ik heb volgens mij ook 2 raketten gemist deze playthrough, maar ik heb geen idee welke. Misschien was het toen ik een keer game over kreeg en ik was vergeten om dat ding opnieuw te halen. Whatever. Maar het is like whatever. Whatever, het is niet waard. Het maakt echt uit voor de echte einde. Ik wacht even hier, deze komt een raket geloof ik. Yep. Ah, de klassieke fucking stenen. Dat was volgens mij in een van de spellen, ik weet niet precies welke spel, had je zo'n like ruimte. Maar dat was onder de lava. Het idee hierbij was. No, het was. Nee, fuck. Het was. Ik weet welke het was. Metroid Prime 3, als ik het goed. Of 1 of 3. Maar zoiets hadden neergelegd. En het idee was meer dat ze zoiets deden zodat jij niet gelijk kon cheesen. Zonder de power suit, zeg maar. Een van de andere suits die je hebt. Want als je die suit niet hebt, ben je like, kan je like schade krijgen door al dat ding. Dat was al die nucleaire energie. Zeg maar. Man, het knip is zo erg. En die blokken staan dus in de weg. En Jesse, ik kan Jesse niet meer horen. Zo. Jesse, ik hoor het wanneer ik het ga editen. Jesse! Daar gaan we, je moeder. Ik luister naar het geluid. Je hoort het? Het spel, wat bijna niks is. Ik hoor gewoon beeps en boeps hier en daar. I guess I don't. Ja, yep, wel een soundtrack. Holy shit. Ah, ik hoor je uiteindelijk. Ik ben fucking aan gaande met vandaag. Het is like. Ik weet niet meer. En nou ook niet meer. Dan ben je stil. I'm sad now. Ik ben zo blij dat de Spider-Man niet weer terugkomt. Discord, what are you doing? Well, wanneer wordt de video geüpload? Het is mijn internet dan, fuck. Ik weet ook niet hoe het zit. Nee, daar gaan we. Ja, het was mijn internet die aan het leuk is. Ik ga ervan uit dat ik ook knip en dat ik ook niet te horen ben. Nee, ja, je bent terug. Ah, uiteindelijk. Ik kan niet wachten om te horen hoe je praat bij de editing. Ik heb, eerlijk gezegd, ik heb een compleet scheid. Ik zeg gewoon dat ik niet kon horen. Tenzij voor de volgende keer wil dat ik gewoon ga zingen. Maar wat, waar was je begonnen met de Metroid-series? Nou, ik. Super Metroid. Ik kon het niet uitspelen, maar heb uiteindelijk Zero Mission uitgespeeld. En toen heb ik Fusion uitgespeeld en vandaar naar Super Metroid. I see.
Buiten dat, de andere spellen die ik echt heb gespeeld zijn, like, soort van, zijn Castlevania Symphony of the Night. Fuck, dat is pas geweldig. Mijn geschiedenis is gewoon met, like, ik zag Metroid in Super Smash Flash. En later in Brawl zag ik deze vrouw naar die ene Metroid persoon toe gaan. En al best was die vrouw weg, was die Metroid daar. Heb je ooit gemerkt dat die vrouw en die Metroid persoon niet in dezelfde kamer zitten? Heb je ooit gemerkt dat de Metroid persoon de naam Samus heeft? Maar de persoon die geen kleren heeft is ook Samus, like wat? Het is raar, hè? Zero Samus. Wacht, Metroid was een vrouw al die tijd? En dat was het begin. Maar op een gegeven moment zag ik deze game reviewer genaamd Some Call Him Johnny. En nou, eerlijk gezegd, I'll call him Johnny. Ja, dat weet je. Fuck deze kamer bij de deze kamer zuigt. Maar ik zag zijn Metroid reviews en was geïnteresseerd. Maar op een gegeven moment zat ik opnieuw te kijken naar die reviews en zag ik bij de originele Metroid reviews van alleen echte gamers moeten deze uitdaging aangaan. En ik was van, oké, challenge accepted, motherfucker. En heb ik wel eerst de Metroid gespeeld. En had een leuke tijd eigenlijk. Het was niet zo moeilijk, maar dat was wel leuk. En om eerlijk te zijn, ik ging niet verder tot deze video's met Metroid 2 en daarna Super Metroid voor mezelf. Nou, het is bij mij is gewoon, ik begon met... Nee. Ik heb Super Metroid niet kunnen uitspelen toen. En gaf toen daarna op. En dan vervolgens speelde ik Castlevania Symphony of the Night. Waar ik me echt de liefde kreeg voor zulke fucking spellen. Symphony of the Night is great. Daarna ging ik naar Zero Mission en Fusion en maakte het pas af met Super Metroid. Je favoriet is Zero Mission, toch? Ja, ik hou van Zero Mission. Fusion is like Super Metroid is ook leuk, maar als het echt zou gaan voor like Metroidvania, Symphony of the Night. Maar is volgens mij echt mijn favoriete van allemaal. Ik wil Symphony of the Night een keer spelen. Ik had ook nog eens een paar andere like, gespeeld, bijvoorbeeld Area of Sorrow en Harmony of Hentai. Wij hebben de Harmony of Hentai, echt, technisch gezien is Harmony of Hentai onze eerste Metroid commentaar, ik zeg van aan. Volgens mij was het Harmony of... Dissonance. Ja, dat was Dissonance, hè? Ja. Met Social Justice Warrior, never forget. Oh ja, er is ook een mechanic in het spel wat nooit later gebruikt werd, maar als je beschadigd wordt en je klikt op een springknop, dan kun je nog een keer springen. Ja. Nou, mijn favoriet voor altijd Superman. Fucking Castlevania, Symphony of the Night. Het is gewoon. Het is alles dat perfect maakt. En nou is het later op Super Gaming Brothers. Okay. Opnieuw. Voor ons is het voor de eerste keer. Nee, voor jou is het voor deze kids opnieuw. Maar jij hebt het niet gezien? Nee, ik heb de eerste versie gezien. Maar heb je de eerste versie gezien? Is het op SGB? Ja, het is op SGB. Het is niet verwijderd. Nee, volgens mij niet. Als hij mij verwijderd, dan heeft hij hem verwijderd, maar ik heb hem nog gezien voor iemand verwijderd. Oh shit. Ik dacht dat het niet meer op was. Ja, het is voor jou de eerste keer fucking scrub. Ik bedoel. Jij bent geen echte SGB-fan op dat punt. Ik ging hier terug 50 jaar in het verleden. Nou, worst SGB-fan ever. Why do you even exist? Ja, why do you even exist, maar nee. Fucking YouTube, waarom maak je de fucking afspeellijsten zo fucking kut? Wat heeft de YouTube gedaan? Oh, gewoon, het heeft op de telefoonversie like, een beetje irritant gemaakt. Ja. Maar dan kan je niet gewoon de hele afspeellijst geven, fuck sake. Dat is gay. Je kan niet terug naar alle afspeellijsten. Oké, nu ga ik lekker rustig omlaag scrollen, want het is heel erg terug in het verleden. 50 jaar in het verleden hebben we Symphony of the Night. Zo'n beetje, het is 30 jaar in het verleden. Cole Phelps, Symphony of the Night player. Nee, het is nog steeds op YouTube. Holy shit. Samen met Super Mario Bros. Waar die like, level 8 blijkbaar heeft verwijderd. Ja, oeps. Ik dacht dat een van zijn playthroughs gecopyrighted werd.